Goedemorgen. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Zullen we gaan staan om deze dienst deze morgen op te dragen? Heer, dank u wel voor dit samen zijn, Vader. Heer, dank u wel dat we opnieuw deze morgen samen mogen komen in de wonderbare naam van Jezus. Heer, we zien uit naar datgene wat u heeft deze morgen, Heer Vader. Heer, we zien uit naar datgene wat u wil spreken door uw woord in deze morgen, Heer Vader. Heer, we komen hier met één doel, Heer, en dat bent u alleen, Heer Vader. Heer, zo bevelen we dit samen zijn, Heer. En willen we zeggen, Heilige Geest van God, wees welkom deze morgen. En bevelen we dit samen zijn in de wonderbare naam van Jezus. Amen, amen. Deze morgen hebben we pastors Joop, Jolanda Rizomassu in ons midden. Om je ook dat de Jolanda van harte welkom, om je op zal voorgaan in het woord. En ik heb één mededeling nog. Morgen hebben we weer bidstond om 8:00. Ik nodig u van harte uit om samen met ons God te gaan zoeken. Samen te strijden. De gemeente heeft gebed nodig. En deze wereld heeft gebed nodig. Amen. Goed, uw broeder en uw zuster. Zeg goedemorgen. Zeg, God is goed. We gaan de Heer prijzen. Amen. Goedemorgen. Ik kwam vanmorgen hierheen rijden en ik dacht, oh Heer, het is een beetje koud nu. Maar dank u, we gaan weer naar uw huis. We gaan warm worden van de Heilige Geest. Amen. Amen. Zullen we opstaan? Halleluja, dicht bij u, dicht bij hem. Amen. Oom Gebko heeft ook koud. Aanbidding wil ik de offer aan u aankondigen. En ja, het staat echt dichtbij aanbidding als je wat geeft. Hè? Dus zegen, aanbidding, kracht, overwinning. En we hadden vanmorgen nog even met de leiders gebeden. En het ook elke tong in hemel op aard zal u mag beleiden. Amen. Amen. Elke tong
in hemel op aard zal uw macht belijden. En elke knie buigt zich voor uw troon. Halleluja. Geef met een blijmoedig hart. Halleluja. Zegen, aanbidding, kracht, overwinning. Eer zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie buigen voor de eeuwige zegen aanbidding. Halleluja. Zegen aanbidding, kracht overwinning. Eer zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie buigen voor de eeuwige God. Elke tong in hemel op aard zal uw macht belijden. Elke knie buigt neer voor uw troon. Aanbiddend u wordt op verheven, o God. En oneindig is uw heerschappij, o eeuwige God. Zegen, aanbidding, kracht, overwinning. Eer zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie buigen voor de eeuwige God. Elke tong in hemel op aard zal uw macht belijden. Elke knie buigt neer voor uw troon. Aanbiddend u wordt op verheven, o God. U is gabij, o eeuwige. Nu gaan we het volk proclameren. De aarde wordt vol van uw koninkrijk. De aarde wordt vol van uw koninkrijk. Zing nu voor de eeuwige God. Geen andere macht is aan u gelijk. Zing nu voor de eeuwige. De aarde wordt vol. De aarde wordt vol van uw koninkrijk. Zing nu voor de eeuwige God. Geen andere macht is aan u gelijk. Zing nu voor de eeuwige God. Elke tong in hemel op aard zal uw macht belijden. Elke knie buigt neer voor uw troon. Aanbiddend u wordt op verheven, o God. En oneindig is uw heerschappij, o eeuwig. Nog een keer, de aarde wordt vol, halleluja, zing het. De aarde wordt vol van uw koninkrijk. Zing nu voor de eeuwige God. Geen andere macht is aan u gelijk. Zing nu voor de eeuwige God. Elke tong in hemel op aard zal uw macht belijden. Elke knie buigt neer voor uw troon. Aanbiddend u wordt op verheven, o God. En oneindig is uw heerschappij, o eeuwige God. O eeuwige God. O eeuwige God. Halleluja.
macht of geld heeft geen waarde meer. Wat werkelijk telt. Ik wil u kennen, Jezus, dat is mijn grootste schat. U verlost, u bevrijdt, u bent mijn gerechtigheid. O, ik hou van u. Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, doordat u mij u genade geeft. En mijn liefste wens is om meer en meer zoals u te zijn. Die in zing, ik wil u kennen, Heer. Ik wil u kennen, Jezus, dat is mijn grootste schat. U verlost, u bevrijdt, u bent mijn gerechtigheid. O, ik hou van u. En wanneer ik deel in uw lijden, Heer, zal ik delen in uw heerlijkheid. Door nu een met u in uw dood te zijn, zal ik bij u zijn in u verlost, u zing u verlost, u verlost, u zing u verlost, u verlost en bevrijd. Wie gelooft dat? U verlost, u bevrijd, u verlost, u bevrijd, u bent mijn gerechtigheid. O, ik hou van u. Anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd.
Ik steun alleen op Jezus' naam. Ik bouw op u. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Heer, u bent ons fundament, zwak wordt sterk door al uw werk. In de storm blijft u Heer, hoogste Heer. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in hem alleen. Mijn anker rust in hem alleen. Mijn anker rust in hem alleen. Heer, u bent ons vrouw. Dat wij bij u mogen komen, Heer. Vader, Heer, dat wij elke keer bij u mogen zijn, Heer. Hoe we ons voelen, Heer. Vader, ik dank u, Vader, Heer, dat u alles heeft weggenomen, Heer. Aan het kruis van Golgotha, Heer. Vader, ik dank u dat we u mogen aanbidden, Heer. Dat we u mogen eren, Heer. Dat we u mogen verhogen, Heer, deze ochtend, Heer. Vader, u bent het, Vader, die altijd naar ons omgekeken heeft. U bent het altijd, Vader, die ons uittrok, Vader, Heer, waar wij moeilijk hadden. Vader, u bent het altijd geweest en u zal het altijd zijn, Vader. Vader, ik dank u dat we u mogen aanbidden hier deze ochtend, Heer. Halleluja, Jezus. Heer, u bent ons fundament, zwak wordt sterk door al uw werk in de
Heer, dank u wel voor uw dienstknecht, beste Joop, Heer Vader. Heer, dank u wel voor het woord dat u deze morgen op zijn hart heeft gelegd. Heer Vader, Heer, dank u wel dat u wil spreken door uw dienstknecht heen deze morgen. Heer, we bidden voor open hart, Heer Vader, om datgene te ontvangen wat u wil spreken, Heer, voor ieder persoonlijk, Heer Vader. Heer, dank u wel dat uw woord zijn uitwerking zal hebben, Heer Vader. Heer, en dat uw woord ook zegt dat het niet ledig terug zal keren, Heer Vader. Zo, om Joop, ik zegen u, wees gezegend en wees bekrachtigd in de wonderbare naam van Jezus. Amen. Doet hij het? Hij doet het. Ja? Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Het is echt een voorrecht om weer vandaag in uw midden te mogen zijn om het woord te mogen openen en elkaar te mogen bedienen vanuit de Gods woord. Ik heb zoveel te vertellen. Ik heb echt zoveel te vertellen. Het is goed om Gods woord te lezen, maar het is goed om Gods woord te zien in elkaar, in praktijk. Dat het niet alleen maar theoretische kennis is, wat ook goed is. Maar Gods woord is een levend woord. Wat was het thema ook weer, Hoka? Zijn ogen zijn overal. Hoka belde me vanochtend op. Ik had gisteren de teksten gestuurd. Onderweg waren we met z'n tweeën. En ik zeg, oom Joop, hij zei tegen mij, oom Joop, wat is het thema? Wat is de titel van uw preek? Maar ik dacht dat het mijn neef was. Want ik had gisteren een familiedienst. Wij hadden een familiedienst. Hij was er niet bij geweest. Dus waarschijnlijk was hij nieuwsgierig naar het thema van de preek. Maar het was Hoka. Ik was niet minder blij hoor om jouw stem te horen. Ja, zijn ogen zijn overal. Zijn ogen zijn werkelijk overal. Zou je die eerste tekst willen laten zien ook alsjeblieft? Ik heb enkele teksten aan Hoka doorgegeven, maar ik weet niet of ik aan alle teksten toekomt. Want de ogen van de Heere trekken over heel de aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hen. Met hem. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Ik zal straks deze tekst in zijn context uitleggen. Maar dat is natuurlijk wel een geweldige tekst. Dat de Heere zich sterk wil bewijzen. Ja, en dat zijn ogen gaan de ganse aarde om krachtig bij te staan. Hen wiens hart volkomen naar hem uitgaat. En laat dat ook een verlangen zijn. Niet alleen maar een weten van, oh ja, zijn ogen zijn over de hele aarde, maar zijn ogen zijn werkelijk op de hele aarde. Hij ziet u. Hij ziet mij. En dat heb ik de laatste maanden mogen ervaren. Vorige maand is mijn broer ontslapen. En best wel pittig. Hij was niet alleen mijn broer, hij was ook mijn beste vriend. Helaas koos hij jaren om te blijven in het verleden, om te doen wat wij midden 70 deden. Drugs en alle toestanden. En ik ben in 1981 verlost, maar hij is doorgegaan. En het is je broer, je houdt van hem. Je wil van iedereen dat hij stopt met die troep. Heel veel van mijn vrienden zijn gestopt, maar juist hij niet. En dat doet best wel verdriet. Maar als je hart echt open staat voor wat God wil gaan doen, ook in deze moeite, ook al wanneer dierbaren je ontvallen, dan zal God juist in die omstandigheden creëren waarin hij verheerlijkt wordt. En natuurlijk door al die omstandigheden heen, waren Jolande en ik heel erg verdrietig. Een gezin een beetje ontwricht in die zin. We hebben niet allemaal contact met elkaar. En uiteindelijk is het door zijn heen gaan, deels met mijn broers en zussen in orde gekomen.
Hij overleed. En die zondag voordat hij kwam te overlijden, heb ik met de familie heilig avondmaal gevierd. U en ik zijn het gewend. Wij doen dat één keer in de maand, de gemeente. Maar velen van mijn familieleden, neef en nicht, zijn dat niet gewend. Hij lag daar op bed. Eigenlijk geen omstandigheid. Want we zouden moeten treuren, want hij was op het laatst. Hij zou de volgende dag komen te overlijden. Wat we natuurlijk niet vooraf wisten. Maar die zondag hebben we met z'n allen heilig avondmaal gevierd. Velen twijfelden, kunnen we dat wel? Jongelui van 18, 19, neven en nichten. Ik heb 2 Kronieken 30, waar Hiskia het heilige avondmaal weer in leven riep. En als u dat leest, dan ziet u dat velen waren niet gereinigd overeenkomstig de voorschriften om het heilige avondmaal te vieren. Maar Hiskia bad voor hen. En ze genazen allemaal. Ze deden niet allemaal mee, maar ze genazen allen. Ze genazen allen. Zo delen we het heilige avondmaal. En weet u, dat zijn momenten waarin ik heb gemerkt dat de ogen van God zijn op u en mij gericht. Hij kijkt naar onze harten. En we mogen verdriet hebben in soortgelijke omstandigheden. Maar onderschat hem niet wat hij wil gaan doen. Dan bent u fijngevoelig voor wat hij wil zeggen. Vorige week donderdag heb ik een uitvaartdienst geleid van een zuster, Lysina, die 20 jaar geleden bij ons in de gemeente is geweest in Moordrecht. Bijzonder. Bijzonder. En Jolanda en ik waren 10 dagen ergens in warmere streken en anderhalf week geleden donderdag zaten wij daar, ik in de zon en zoals Jolanda en vrouwen betaamt in de winkel. En dus ik zat lekker in de zon zo en ik kreeg een appje van mijn schoondochter. Tante Mari is overleden. Tante Mari Lysina is overleden. En ik raakte ontroerd. Ik riep Jolanda, ik liet haar die appje zien. Jolanda las het en er ging een verlangen uit van mij. Ik zeg, Heer, ik zou graag haar uitvaartdienst willen doen. Heb ik recht van spreken? Ik heb haar 20 jaar niet gezien. Ik heb die familie 20 jaar niet gezien. Hun jongste dochter is 23 jaar geleden bij ons in de gemeente opgedragen. Daarna hebben ze enkele jaren vertoefd bij ons, zijn ze weggegaan. En ik kwam vrijdag thuis, wij kwamen vrijdag naar onze dochter. Even bijgepraat. En prompt werd haar man op Jerry. En ik dacht, hij wil gewoon gaan vertellen hoe het is gegaan de laatste week van. Het is heel snel gegaan met deze zuster. En aan het eind van het gesprek wou ik ophangen, zegt die Joop, waarvoor ik je bel. Ik wil je vragen om de uitvaartdienst te gaan doen. Zijn ogen zijn overal. En hij kijkt naar harten die volkomen naar hem uitgaan. Onderschat dat niet. Onderschat niet. Weet dat u belangrijk bent. Hij wilt u gebruiken. Hij wilt u en mij gebruiken. Ook in omstandigheden waarin het lijkt of alles wat ons zo rust en veiligheid biedt, zekerheid biedt, uiteen lijken te vallen. En ik ging daarheen, vorige week. God wil alles doen medewerkend ten goede. Ik heb in Barneveld 2 jaar op school gezeten. Dus ik ken, van 1970, 71 was ik in een huis voor niet zo lieve jongens. Verbleef ik daar 2 jaar lang. Zo, ik ken die jongens daar in Barneveld. Er zijn vrienden, ook 65-plussers. Trouwens, by the way, ik heb afgelopen week mijn eerste, hoe heet dat schat? AOW gekregen, WAO? AOW, ja. Jongen, hey. Van de week mijn eerste AOW, joh. Ik zeg tegen Jolanda, geef maar aan de Heer Jezus, joh. Ik heb die AOW niet nodig. Nou, grapje. Maar al die jongens hadden ook net hun AOW. Maar we hebben een hele moeilijke tijd gehad. En ik kwam daar en ik zei tegen hen, hey, donderdag heb ik het voorrecht om mijn uitvaartdienst te doen. Ik verwacht van jullie dat jullie allemaal komen. En ja, hoor, daar zaten ze allemaal boven. Boven in die grote kerk zaten ze. God wil jullie gebruiken. God wil mij gebruiken. Ogenschijnlijk lijkt het jaren geleden. Door dalen, door dieptes heen. Maar er komt een moment. Dat God u eigenlijk opwekt. In zulke momenten, maar ook in andere momenten. Ook in blije momenten. In wanneer het goed gaat. Zijn ogen gaan de ganse aarde rond om krachtig bij te staan. Hen wier hart volkomen
uitgaat naar hem. En het is voor mij niet een incidentele situatie. 2 jaar geleden, idem dito. 40 jaar getrouwd, heb ik wel eens verteld hier. Op weg naar in Bali, laatste dag kreeg ik te horen. 2 mensen die ik al een tijd niet gezien heb, in Amsterdam overleden. En ik wist, ze zullen me vragen om die dienst te doen. En ze belden me op, net toen we in Schiphol landen. Oh, stelt u hart open voor God. Dat is eigenlijk wat ik zo graag wil doorgeven. Kijk niet naar de omstandigheden waarin u zich bevindt. Hij is bij machten om in die omstandigheden, het zij goed, het zij slecht, aanwezig te zijn. Waarom? Omdat hij houdt van u en houdt van mij. Maar meer dan dat, hij wil u en mij gebruiken om een kanaal te zijn voor allen die daar aanwezig zijn. Die onder uw gehoor komen of die in uw tegenwoordigheid zijn zonder u iets te zeggen. Waarom? We hebben Jezus in ons. En daar hoeven we niet hoogmoedig over te zijn. Want wij zeggen, ja Heer, u leeft in ons, u gaat met ons. En als het erop aankomt, zijn we toch niet zo vrij om te praten over wie hij is en wat hij is en wat hij wil doen door ons heen. Ik heb artrose genezen. Echt, mijn artrose is genezen. Ik kan zware tassen tillen. Ik kan mijn kleinkinderen weer tillen. Tillen. Ja, sommige zijn zware kleinkinderen. Vooral die van 23. Dus dat moet wel even. Maar ik wil het toch meegeven. Ik wil het toch meegeven. Heb ik niet gebeden voor mijn broer? Ja, zeker heb ik gebeden voor genezing. Ja, zeker heb ik hem de handen opgelegd. Maar het is niet gegaan zoals ik had gehoopt. Blame ik God daarvoor? Nee. Ik denk dat God opnieuw mijn geloof aan het bouwen is. Opnieuw mij weer indachtig wil maken om hetgene wat hij nog steeds wil gaan doen en wat hij reeds heeft gedaan. In het begin van de bediening 1982-83, zieken genezen, bevrijdingen vonden plaats. En hier, ik verlang weer naar het moment. Ik verlang weer dat we opnieuw beseffen dat uw ogen de ganse aarde rondgaan om krachtig bij te staan hen die hart volkomen naar u uitgaat. Waarom is dit gedeelte zo belangrijk? Dit gaat over Asa. Asa was een koning die geweldig de Heere dient. En dat kunt u lezen van 2 Kronieken 14 tot en met 2 Kronieken 16. En alles wat hij deed gelukte, omdat hij alle afgoderij in het land heeft weggedaan. En zo het verlangen had om God te dienen. En God was en is met hem geweest. 35 jaar lang was er vrede in het land. En in het 36e jaar van zijn regering, werd hij aangevallen door een ander volk. En naar zijn ervaring, en naar u en mijn ervaring, naar de jaren die wij gewandeld hebben, zouden we zeggen, we gaan naar God. Nee, maar soms zijn we eigenwijs en proberen we uitkomst te zoeken in bronnen die niet van Gods wegen zijn. Gelijk aan Abraham. Met Hagar, noem maar op. Al die voorbeelden. En zo was Asa ook. En hij ging hulp zoeken bij een andere koning. Hij ging hulp zoeken bij een andere koning. Toen kwam er een profeet bij hem en zei, waarom heb je dat gedaan? Herinner je niet in 2 Kronieken 14 die Kusieten? Die waren meer dan jou in aantal toen jij ten oorlog opging tegen hen. En God gaf ze aan jou. Waarom ben je niet naar mij gekomen? Via die profeet. Vaak zijn wij net zoals Asa ook. Geweldige jaren gekend met God. En ik zeg ook, ikzelf. Ikzelf ook. Soms heb ik momenten gehad, al die jaren, dat God op een bijzondere manier ons geholpen heeft. Ik moet u ook daarbij gewoon ook vertellen. In al die jaren dat ik de gemeente gediend heb, heb ik nooit een inkomen gehad. Nooit een inkomen gehad. God heeft zorg gedragen. En hij doet dat nog steeds. En gelukkig heb ik mijn eerste WAO. AOE. Dus dat is een klein zekerheidje zo, hè. Maar eigenlijk, joh, kan mij dat schelen. Ik heb zoveel kleinkinderen. Gaan ze allemaal uitdelen aan hen. Nee, maar dat wil ik. Ik zeg dat met een kwinkslag. 25 jaar lang heeft God voorzien. Jolanda moest bij tijd en wijle werken, maar ook dat was nooit genoeg geweest om ons te onderhouden. Maar God heeft bij de roeping gezegd, ik zal jou onderhouden. En
Hij houdt zich aan zijn woord. Hij houdt zich aan zijn woord. En daarom is het voor ons zo belangrijk om hetgene wat wij hebben meegemaakt ook door te geven. Daarom staat er in Deuteronomium 4 vers 9. Er staat er: alleen wees op uw hoede, Mozes sprak tot de Israëlieten. En neem uzelf zeer in acht dat u de dingen niet vergeet die uw ogen gezien hebben. En dat zij niet uit uw hart wijken in al de dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Zo hetgene wat ons is, wat wij hebben meegemaakt in ons leven met God. Houd dat niet voor jezelf. Vertel het door aan je kinderen. Vertel het door aan je kleinkinderen. Zodat ze mogen weten welke God en hoe groot die God is die wij mogen dienen. Zodat ze ook het verlangen hebben om hem als hun Heer en Heiland te mogen kennen. Mijn kinderen dienen de Heer. Moet ik daar trots op zijn? Nee, ik dank de Heer daarvoor. Ik dank God daarvoor dat ze zo dienstbaar zijn in de gemeente. En doende ze. Gisteren bij die familiebijeenkomst ook zo bijzonder. Ja, bij die familiebijeenkomst sprak ik een stuk uit Jacobus 1, vers 17, vanaf vers 17. En een heel korte overdenking. En toen vroeg ik aan mijn dochter of zij de dienst, dit samen zijn wilde opdragen. Mijn ooms en tantes uit Opheusden waren daar en die kwamen daarna naar mij toe. Ik dacht: Joop, wat zijn we dankbaar om deel te zijn, om getuige te zijn wat God gedaan heeft in jouw leven. Vroeger als ik in Opheusden kwam bij mijn opa en oma, oh jee, daar wil ik niet naartoe. Ik moest roken, omdat ik stiekem geroken heb. Dan moest ik zware check roken, een hele pak leeg voor mijn opa. En nu zien ze hun kinderen dat God is een God die mensen verandert. God is een God die bij macht is om wat niet goed is in u en mijn ogen, om dat te veranderen en een beeld maken naar zijn Zoon Jezus Christus. Zo onderschat niet het woord van God. Stel je hart open voor hem. Nog steeds wil hij zich openbaren aan u en aan mij. En daarom staat er hier zo duidelijk: wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht. Omdat dingen ons, omstandigheden ons zo van hem kunnen afhalen. Minder omstandigheden. Dat we teleurgesteld raken in hem. Juist door het overlijden van mijn broer ben ik veel vrijer geworden. Sta ik met nog meer passie achter de kansel. Komende dinsdag heb ik een uitvaartdienst. Een oudere zuster bij ons in de gemeente, ja, is overleden. En ik was daar met Jolanda afgelopen dinsdag. Ik was daar als eerste met haar dochter en kleindochter. Ze was al overleden. Haar zoon, die eigenlijk dingen heeft goed te maken met haar, ja, die kwam schreeuwend binnen. Die kwam schreeuwen en die keek naar mij alsof die mij wilde opeten. En hij kwam naar mij toe om mij te slaan. Soms is Jezus ook aanstootgevend in ons. Maar blijf vertrouwen. Hij kon mij niet naderen. Hij kwam naar mij toe. Ik begrijp Jolanda, die schrok natuurlijk. We waren in een verzorgingshuis. Hij kwam naar mij toe om mij te slaan. Maar wanneer de ogen van de Heer en uw hart en zijn hart op één lijn staan, hoef je niet te vrezen. En hij ging als een gillende die deur uit. En ik bleef met Jolanda rustig. En op een gegeven moment hoorde ik voetstappen achter me aan. Ik hoorde voetstappen komen. En ik zag die zoon, ik denk een jonge man van midden 50. Kwam naar me toe. Dus ging voor me staan. En hij zegt: kom je op, vergeef me. Vergeef me. Het is niet door het zijn van, ik heb een etiket. Ik ben voorganger van zijn moeder. Maar de Heer Jezus leeft in mij. En de Heer Jezus leeft ook in u. Onderschat dat niet. Wij zijn bijzonder. Echt, wij zijn bijzonder. En laat de wereld ook weten dat wij bijzonder zijn. Betekent dat je soms moet praten en soms stil moet zijn. Soms afgestemd moet zijn op wat hij wil zeggen. En wat je hebt gezien, getuig dat. Getuig dat. Ik heb verteld aan mijn kinderen wat er is voorgevallen. Ja, en de jongste van mij is een beetje nog, ja, die is nog een beetje van vroeger. Ik van vroeger. Die was een beetje, oh ja, wie is dat? Hoor? Ik zeg: hij heeft vergeving gevraagd, schat. En het is gewoon over. Het zijn processen die wij allemaal moeten ondergaan. Ja, dat we moeten leren dat wanneer vergeving is uitgesproken,
it's done. Niet meer op terugkomen. Niet meer op terugkomen. Maar hetgene wat je gezien hebt, hetgene wat God heeft laten zien, ook in zulke momenten als de afgelopen dinsdag, maar ook in de goede momenten, vertel het aan de kinderen. Want onze ogen, ja, zijn de ogen van God geworden. Wij zien dingen die waardevol en kostbaar zijn en leerzaam voor ons in onze wandel met de Heer Jezus. Ja, klopt, vervuld zijn met de Heilige Geest. Het is ook heel erg belangrijk dat we de Heilige Geest eigenlijk de regie laten overnemen. En zeggen, ook in deze moeilijke omstandigheid. En op een of andere manier leek het net of ik afgelopen donderdag mij moest verantwoorden waarom ik nou hier sta en niet de voorgangers van de doorbrekers in Barneveld. Want zij kwamen in de doorbreker in Barneveld. Genoeg sprekers, zoals hij zegt. Maar er was een fundament gelegd. En dat wil ik ook aan u echt meegeven. Het gaat niet uit, het gaat er niet om hoe lang je met iemand omgaat. Maar wanneer je met iemand omgaat, dat Jezus zichtbaar is in jouw leven. Als na 20 jaar men nog terugkomt, omdat men ziet van wauw, ik wil hem hebben. Ik wil hem of haar graag deze voorrecht geven om voor te gaan. Dan is er iets gelegd wat meer waardevoller is dan goud of zilver. Dan is Jezus zichtbaar geworden in mijn leven. En ik vertelde dat gewoon aan de treurenden die daar zaten. En er waren zelfs mensen die hoorden dat ik ging spreken, die kwamen. Want we komen, nee, die om, oh nee, daar komen we ook. Uit, hoe noem je dat? Uit Smangaard. Hoe doe je dat? Uit Smangaard. Uit enthousiasme. Want die zijn, joh, wij, Molukkers. Ah, nee, sorry, dat mag ik niet zeggen. Uit troostdienst, dan zijn we er morgen, dan, we zijn al geweest, we komen niet meer. Is ook goed. Hè, als je al geweest bent in de troostdienst en de volgende dag bij de uitvaart, mag je verstek laten gaan. Sommigen zeggen, joh, we horen dat je morgen wilde spreken. Gaat spreken, we gaan terugkomen. Geweldig. Wat zien ze daar staan? Ze zien niet Joop staan, ze zien Jezus staan. Want ze weten wie Joop vroeger geweest is. Ook mijn vrienden in Barneveld. Dan staan ze met de mond vol tanden naar de dienst. En dan geven ze me allemaal schouderklopjes. En ik zeg tegen hen, gekscherend, zometeen gaan we de stichting bidden met jullie allemaal. Maar ze zonden ik heb het niet gedaan hoor, was dat een geks. Maar dat is de kracht die u en ik hebben, omdat we Jezus hebben. Omdat we die zekerheid hebben in welke omstandigheid, wanneer ik wandel, uw oog is op mij. Zelfs al gaat de duivel als een briesende leeuw op, door iemand heen werken om jou te benaderen, hij zal ons niet genaken. Hij zal niet bij ons komen. Waarom? Omdat Jezus beschermt ons. God de Vader beschermt ons. En die zekerheid, die mogen wij weten. Vergeet niet hetgene wat u gezien hebt. Dat ze niet uit uw hart wijken. Alle dagen van uw leven. U moet uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. En vergeet dat niet. Vertel het aan uw kinderen. Vertel het ook aan uw kleinkinderen. Laat ze weten dat de Heere die u uit die dal of uit die problemen heeft gehaald, ja, nog steeds dezelfde is. Nog steeds dezelfde is. Hebreeën 13 vers 8. Toen, nu, tot in alle eeuwigheid. Hij is dezelfde. En wat nog meer, Johannes 1 vers 12 zegt dit. Johannes 1 vers 12 zegt dit. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. U en ik hebben dus een verantwoording. Laten we daar niet te lichtvaardig over nadenken. We hebben een verantwoording, we hebben hem aangenomen. We hebben hem aangenomen. Is dat zichtbaar in onze dagelijks bewegen? Op ons werk, op school, in onze familie? Is dat zichtbaar? Zien ze dat wij hem hebben aangenomen? Namelijk die in zijn naam geloven. En wanneer wij in zijn naam geloven, dan willen wij in alle vrijheid niet nalaten om te vertellen aangaande wie hij is en wat hij heeft gedaan in ons leven. Zo, we hebben autoriteit gekregen van hem, ja, want allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om zijn kinderen genoemd te worden. We zijn kinderen van de Allerhoogste God. Wij zijn huisgenoten God, zegt Paulus ergens in een brief. We behoren tot het gezin van God. En als je tot een gezin behoort,
Ja, dan ga je vertellen wat je beleefd hebt in dat gezin. Wat je meemaakt in dat gezin. En wanneer God de Vader is, gebeuren er goddelijke dingen in het gezin waarin jij behoort. En dan moet je niet nalaten om dat te vertellen. En daarom moet je ook die verantwoording die u en ik hebben, oh, wauw, op ons durven te nemen. En ja, Heer, ik ben uw kind. Ik ben uw kind. En ik wil niet alleen maar gekend te worden als iemand die naar de kerk gaat en Jezus heeft aangenomen. Maar ik wil die autoriteit die u mij vergund heeft ook tot uiting te doen komen in mijn spreken, in mijn handel, in mijn wandel, maar ook in mijn stilzijn. Wil ik u tonen. Want uiteindelijk gaat het niet om mij, maar gaat het om u. Is het niet zo dat toen de tempel werd ingezegend, dat God zegt in 2 Kronieken 7 vers 15. Maar nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. Maar nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. De basisbijbel zegt dit, deze plaats is voortaan van mij. Deze plaats is voortaan van mij. Ik zal daar voor altijd wonen. Mijn ogen en mijn hart zullen daar altijd zijn. En als 1 Korinthe 3 vers 16 zegt, weet je niet dat je de tempel bent van Gods Heilige Geest? Weet je niet dat dit huis de woning is, uw lichaam, wie u bent. U hebt de inwonende God in u. Zijn geest woont in u, staat er 1 Korinthe 3 vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God woont in u? En als de geest van God woont in ons, dan mogen we weten, tot in alle eeuwigheid, dat zijn ogen zijn gericht op ons. Ja. En dat zijn hart daar ook is. Die kloppend, liefdevol vaderhart. Die zo'n bemoeienis wil hebben. Niet alleen wanneer het mij goed gaat. Maar ook juist wanneer het moeilijk is. Wanneer er dierbaren ontvallen. Wanneer er een relatie niet hersteld wordt. En jij er wel naar verlangt. Dan weet je dat de vaderhart daar is. Om een arm om je heen te doen. Wauw, dat is zo fijn. Mijn broer lag in het ziekenhuis. En hij heeft een lievelingszus. Maar we hebben geen... Mijn zus natuurlijk ook, een zusje. En, sorry hoor, even een moment. Dit heb ik van Beb gekregen, dus drink ik dit op. En op een dag zei hij tegen mijn dochter, Jordana, wil je tante Leni vragen om bij mij te komen? Dat is die zus waar we al jaren geen contact meer mee hebben. En een dag later kwam ik. En toen zei hij, heeft Jordana al gezegd wat ik gevraagd heb? Ik zeg, nee. En toen vroeg hij aan mij, wil jij dat doen? Ik zeg, natuurlijk wil ik dat doen. En ik ging op een ochtend naar haar toe. Ik meen die volgende ochtend al. En ik zeg, Leen, je broer vraagt of je hem wil komen bezoeken. Zij heeft pertinent nee gezegd. Ik heb een tijdje met haar gesproken. Ik zeg, nee, ik ga niet naar hem toe. Of je man, of jullie samen hem willen gaan bezoeken. Maar ze hebben geweigerd. Tot ons verbazing kwam een week later haar man wel naar Wim toe. Naar mijn broer toe. En dat was voor hem ja, deels toch prettig. Maar hij had liever natuurlijk mijn zusje willen zien. Maar die heeft pertinent geweigerd. En het was pijnlijk. In de laatste nacht, zondag op maandag, sprak hij nog wel met hun dochter. Die altijd gelukkig met ons wel steeds in contact was. En met mijn kinderen altijd op weg ging als er activiteiten zijn met de kinderen. En hij sprak voor de laatste keer met die dochter. En toen viel hij weg vanaf 1 uur 's nachts. En de volgende dag, 4 uur 's middag, is hij overleden. Maar in die nacht kwam mijn zus en haar zoontje aan. En ze probeerden hem wakker te krijgen om nog iets te zeggen, maar ze waren te laat. Laat het niet zo ver komen in ons leven. Wanneer het moment daar is, laten we niet afwachten, maar eruit stappen. Want we hebben hem aan onze zijde. En hij wil zo graag dingen herstellen. Maar klopt, in een relatie zijn twee mensen nodig.
heb je in ieder geval al gedaan wat je hebt moeten doen. Dat is natuurlijk verdrietig. Natuurlijk verdrietig. Zij was helemaal niet betrokken bij heel die voorafgaande dingen die plaatsvonden en tijdens zijn begrafenis. Maar ach, wat hebben wij Gods tegenwoordigheid mogen ervaren. Wat hadden we een vreugde. Wat hadden we een plezier. Hij was 11 september jarig. Hij ging woensdag naar huis en hij zei, wat er ook gebeurt, als ik donderdag doodga, zaterdag mijn verjaardag vieren. Zaterdag was hij erbij. Heeft gitaar gespeeld op zijn sterfbed. En die maandag 13 september is hij overleden. Maar wat heeft hij prachtige herinneringen achtergelaten. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Hoeveel verhalen horen wij dat er gewoon niks plaatsvindt. Geen herinneringen worden achtergelaten. Maar God maakt al die dingen mogelijk. Dat we afscheid kunnen nemen. En mogen weten, het is wel. Hij is bij onze hemelse Vader. Ja. En God heeft gekozen om dit lichaam, uw lichaam, een woonplaats te maken waar zijn hart en zijn ogen voor eeuwig aanwezig zullen zijn. Nou, dat is een geweldige belofte. En die zekerheid, die moeten we als het ware in ons laten doorwerken. Zodat in welke situatie wij ook komen, wij mogen weten, uw oog is op mij en uw hart gaat uit naar mij. Ja? En als ik dingen verkeerd doe, en dat heb ik zo vaak gedaan afgelopen jaren in de bediening. Wat is het dan fijn? Nou, mensen je dan gewoon met de vinger nawijzen. Dat God zegt, leer ervan. Ik ben nog steeds bij je. Ik ga nog steeds met jou. Trek met jou op. Weet u niet, 1 Korinthe 3 vers 16. En in 2 Korinthe 6 herhaalt hij dat nog een keer. Hij zegt die, want u bent de tempel van de levende God. 2 Korinthe 6 vers 16. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En zij zullen mijn volk zijn. En dat is zo belangrijk. Om tot een volk te behoren. Ja. En zeker tot het volk van God. In de aanwezigheid afgelopen tijd met de uitvaart en met ontmoetingen. Heb ik altijd gezegd, en zeker met 70 jaar Molukkers in Nederland. Een eerste generatie. Heb ik altijd gezegd, juist nu in dit jaar. Ik ben Molukker. Maar allereerst en het allerbelangrijkste, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. En dat is de zekerheid die ik heb wanneer ik zaken onderneem vanuit dat perspectief, vanuit die wetenschap. Ik handel vanuit een kindschap Gods. Niet omdat ik Molukker ben. Het maakt wel dat je voorzichtig moet zijn met je ja, ding als je praat met mensen. Vooral met Molukse mensen. He, en dat je dus gewoon toch wijsheid moet betrachten. Of anders gewoon je mond moet houden. Anders gewoon je mond moet houden en hen gewoon moet eren. Ik heb geweldig respect voor de eerste generatie. Ik heb geweldig respect voor onze vaders en moeders. En ik hou echt veel van hen. Want wat zij hebben bereikt, kan door, alleen maar door geloof. Komende in een vreemd land, sprekende kennis en sprekende taal niet. Koude omstandigheden. Ze begonnen met 5, 6 kinderen, eindigen met 11 kinderen. En dan allemaal eten geven, terwijl je niet weet wat kip is in het Nederlands. Wat slaolie is in het Nederlands. Weet je, al die dingen. En toch hebben ze u en mij grootgebracht. En daarom eer ik ze. Daarom geloof ik ook dat Gods ogen is op hem geweest. En Gods ogen is op ons nu. En wij hebben die verantwoording om hetgene wat we verkregen hebben van God de Vader. Om dat niet ergens op te bergen. Maar daar wat mee te gaan doen. En nogmaals, en daar wil ik toch mee eindigen met 2 Kronieken 16 vers 9. Laten we niet zijn als Asa. Asa die 35 jaar lang Gods goedheid heeft ervaren. En toen het erop aankwam, op het laatste 36e jaar, toen er oorlog uitbrak en hij werd aangevallen door een andere koning, deed hij beroep op mensen. En de ziener kwam, de profeet kwam en zei, waarom heb je dat gedaan? Herinner je niet wat God met de Kushieten heeft gedaan? Duizenden waren het, meer dan jouw leger. En toch heeft God ze in jouw hand gegeven. En ik wil u zeggen, dat zijn ook vaak momenten waarin wij twijfelen. Waarin wij moeten oppassen dat we niet gelijk worden als een Asa.
Omdat er zijn zoveel bronnen vandaag aan de dag. Zoveel dingen waar we hulp van kunnen vragen, organisaties. Maar ga allereerst naar hem. Vraag hem. En ik zal u zeggen, hij zal u en mij nooit beschaamd laten staan. Vind ik het erg van mijn broer? Vraagt ze dan altijd. Ja, natuurlijk vind ik het erg. Natuurlijk vind ik het erg. Wil God hem niet? God wil altijd genezen. Hij is een geneesheer, vergeet dat niet. Hè? Hij is een geneesheer. En als genezing niet plaatsvindt, zoals Beppi vanochtend sprak, dat zijn woord een spiegel voor ons zal zijn tijdens het gebed. We moeten ons spiegelen in het woord. Want hij is een genezer. Hij is een genezer. En vaak denkt men ook dat hij alleen maar geestelijk geneest. Maar als je kijkt naar de grondtekst van het woord genezing, zowel in het Oude en het Nieuwe Testament, dan is het ook fysieke genezing. En dat wil hij nog steeds doen. Hij is begonnen bij mij met mijn artrose. En ik merkte het gisteren, je weet toch, drukte. Oh. Limonade, die 6 in zo'n fles moet je tillen. Dat kon ik eerst niet. Ik heb voor het eerst een fietsband van mijn kleinkind gemaakt. Waarom is dat moeilijk met artrose? Want je moet het toch, als je die fietsband erin gedaan hebt, moet je het masseren, zoals we dat noemen, toch? Dat die binnenband goed zit. Nou, dat kon ik echt niet doen. Gelukkig zijn er genoeg fietsmakers in de buurt. Dat heb ik nu, ik denk 2 maanden geleden heb ik het gedaan voor het eerst. Heb ik die fietsband gemasseerd. Terwijl ik aan het masseren was, ervoer ik gewoon Gods tegenwoordigheid. Ik zeg, dank u wel, Heer. Ik kon weer gewoon dingen, ik kon mijn kleinkinderen wil dragen. Zelfs mijn kinderen waren bang als ik die kleintjes pak, dat ik hem of haar uit handen liet vallen. Nu gooi ik ze in de lucht, hek van ze weer op. Weet dat de ogen van de Heer zijn op u en mij. En wanneer omstandigheden komen, ook al heb je altijd gewandeld met hem. En in een moment van niet waakzaam zijn, zou het zo kunnen zijn dat je een beroep doet uit bronnen die niet van hem afkomstig zijn. En Asa werd boos, werd ziek en overleed. Maar 35 jaar lang wandelde hij samen met de Vader. En God gaf hem alles, vooral rust en vrede. En dat is wat hij ook u en mij wil geven. Juist in deze tijd. Rust en vrede. Wat komt er allemaal op ons af nu? Nu mogen we elkaar weer zien. Kan het wel, kan het niet. Ik kom daar binnen, moet ik mijn corona dingen doen. Ontvang die rust. Ontvang die rust. Filippenzen 4 vers 7 zegt dat ook. Dat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Dat het uw gedachten en uw hart mag vullen in Christus Jezus. En daarvoor in vers 4 staat er, verblijdt u in de Heer. En dan herhaalt hij nog een keer, ten allen tijden verblijdt u in de Heer. En wanneer 2 keer iets gezegd wordt in het woord, dan zegt hij, verblijdt u. Ook al heb je verdriet, ook al worden tranen geplengd, verblijd je in hem. Klopt, ik zie niet meer zijn aanwezigheid. En ik zie om Andreas, Marijke is er ook niet meer. Maar wat een heerlijke zekerheid is het om te weten dat ze is in het huis van mijn vader. En dat we ooit haar en hem mogen ontmoeten. En velen die voorafgegaan zijn in Christus. Laten we daar wel duidelijk in zijn. In Christus. Zullen we gaan staan? Eigenlijk ben ik onder de indruk van Gods woord vandaag. Ik voel eigenlijk gewoon, zijn tegenwoordigheid ervaar ik. Hij is hier in ons midden. Heer, wilt u spreken, Heer? Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat we
die zekerheid hebben. En we hoeven er niet aan te twijfelen. Uw ogen zijn op ons. Deze tempel, uw hart wil in deze tempel vertoeven. Uw ogen zijn blijvend tot in alle eeuwigheid gericht op deze tempel. Op onze tempel, tempels die wij zijn. Omdat u, Heilige Geest, inwoning heeft gemaakt in ons. En ik wil u bidden, maak ons moedig, maak ons sterk. Maak ons moedig, maak ons sterk. Er is niets te groots voor u, dat u niet kan overwinnen. Geen dal is te diep, Heere, u kan er komen. En ik dank u daarvoor. En wanneer er vreugde is, willen we dat vieren. Met gepaste blijdschap en de eer gevend aan u. Heer, ik dank u daarvoor. Heer, ik dank u daarvoor. Heer, ik leg uw woord terug hier in deze zaal. En aan ieder die kijkt, die luistert. Ik leg uw woord daar terug. Zoals mijn broeder ook bad. Jesaja 55. U zendt uw woord vanuit de hemel. Vers 10. En het zal doen wat u het gezonden heeft. En het zal nooit ledig wederkeren. Dat is uw woord. En mijn broeders, mijn zusters, ontvang dat woord. Word hersteld, word opgebouwd, wees sterk en moedig. Want de koning der koningen, de Heere der heren, de schepper van hemel en aarde. Zijn ogen zijn nu op u en mij. In Jezus' naam. Amen. Mijn dierbaar was wat ik vinden wou, dingen waar ik mij aan binden zou, alles wat ik zocht, kennis, macht of geld, heeft geen waarde. Wat werkelijk telt. Ik wil u kennen, Jezus, dat is mijn grootste schat. U verlost, u bevrijdt, u bent mijn gerechtigheid. Oh, ik hou van u. Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, doordat u mij nu genade geeft en mijn liefste wens is om meer en meer zoals u te zijn, die in mij. Ik wil u kennen, Jezus. Ik wil u kennen, Jezus. Dat is mijn grootste schat. U bent mijn gerechtigheid. Oh, ik hou van u. En wanneer ik deel in uw lijden, Heer, zal ik delen in u. Te zijn.
zal ik bij u in eeuwigheid. Amen. In eeuwigheid. Ik wil u kennen, Jezus, dat is mijn grootste schat. U verlost, u bevrijdt, u bent mijn gered, u verlost, u verlost, u bevrijdt, u bent mijn gerechtigheid. U verlost, u bevrijdt, u bent mijn zong nog helemaal, halleluja. U verlost, u bevrijdt, u bent mijn gerechtigheid. O, ik hou van u. Voor de dienst sprak ik met Gebco en met om Yunus. En ik zei tegen hem toen ik hierheen reed en voorbij Amersfoort was. En dan zag ik die zonlicht zo schijnen op die bomen en de kleurschakeringen. Toen dacht ik, God, wat bent u toch geweldig. Wat is dat toch mooi. Om die kleurschakeringen te zien. Van goud, van rood tot de groen, geel. Prachtig. Prachtig. Terecht zegt Psalm 19. De schepping spreekt zonder woorden. Prediking zonder woorden. En ik vertelde dat zo aan Gebco. Gebco voegde er nog aan toe. Moet je maar straks aan hem vragen. En aan de andere kant van de weg waren diezelfde bomen. Maar ze hadden helemaal de zon niet op hen. Maar die kleuren waren hetzelfde. Waak ervoor dat je de zon van de zoon altijd op je doet laten schijnen. Dan zie je die geweldige kleurschakering en goddelijk. De wijsheid van God in en door uw leven. Die bomen aan de rechterkant waren precies hetzelfde. Maar ze waren in de schaduw. En vaak zijn we ook zo. We hebben diezelfde kleuren. We hebben diezelfde kracht. Die mooie kleurschakeringen. Maar we gaan er niet te veel mee om. We durven er niet voor uit te stappen. Waak ervoor. Want als die zoon van de zoon op u schijnt. Wauw, dan glanst u. Dan ziet men in u. Ik zie Jezus in hem ervaren. Wauw, laat dat een verlangen zijn voor u en voor mij. Oh ja. Zullen we gaan staan? Zullen we gaan staan? Zullen we gaan staan? In het begin van de dienst, bij de voorbeden, gaf ik ook Psalm 127 aan. Er staat boven, aan Gods zegen is alles gelegen. En ik wil ook daarmee eindigen. Aan zijn zegen is alles gelegen. Dat het woord wat gepredikt is, het woord is uitgesproken is vandaag, levend zal worden in ieder van u. En weet, u hebt die autoriteit gekregen. Laat die kleurschakeringen van de schepping ook zichtbaar zijn in u en mij. En ontvang die zegen. In Jezus' naam. Amen.